Er is één video van Laag Zutem, die is al bijna 100 miljoen keer bekeken. Ben je harde kern? Ja, absoluut. Station Zwolle. Station Zwolle. Eindpunt van deze trein. Ik sta hier voor de goederentreinen te fotograferen. Goederentreinen fotograferen? Waarom? Ja, waarom? Omdat dat fascinerend is. Echt waar? Een stuk interessanter dan het gemiddelde reizigersvervoer in Nederland. Maar wat fascineert jou? Nou, alles, het hele plaatje. Dus het is niet alleen de locomotief, maar ook vooral wat die trekt en waar het heen gaat en waar het vandaan komt. Wat erin zit, waarvoor het is. Er zijn er ook niet zoveel van. Nee. Er zijn niet zo heel veel mensen die het toegewijd met veel tijd erin steken en het willen proberen bij te houden. En hoeveel zijn het er dan? Ja, mensen die echt heel toegewijd. Zo, jij, harde kern? Harde kern, mannetje of 50. Ben je harde kern? Ja, absoluut. En dan, hè? Dan komt hij voorbij. Jij hebt hem geklikt. Ja. Nou, dan? Nou ja, dan staat hij erop. En dan kan ik de ene keer gebruiken het voor mijn site. En daar kan ik zulke dingen laten zien als ik dat wil. Ja. Het hangt net af van hoe bijzonder het is. Of het wel echt een leuke plaat geworden is. Of het allemaal wel een beetje klopt. 3:15. Ja, moest die komen? Ja, dat is de theorie. De praktijk kan het nog wel even duren met wat pet. Ook niet wat, hè? Nee, dat is het niet. Voor watjes. Voor andere mensen. Ja, die interesse voor de spoorovergangen die is eigenlijk al vanaf kinds af aan aanwezig geweest. Vroeger vond ik het eigenlijk altijd al leuk wanneer we in de buurt van een spoorwegovergang waren om bij de spoorwegovergang te gaan kijken en wachten tot er een trein kwam. Om die overweg in werking te zien. Ja, dat is iets gewoon wat ik eigenlijk altijd al heel erg leuk vond om te zien. Het is lastig uit te leggen wat me daar nou precies in aanspreekt. Maar de lampen, de bellen, de slagbomen, de trein die voorbij komt rijden, ja eigenlijk alles. Ik ben begonnen met zelf op YouTube een beetje video's opzoeken van de verschillende soorten spoorwegovergang in Nederland. Een beetje uit nieuwsgierigheid. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, het lijkt me wel eens leuk om zelf ook eens te gaan kijken en video's ervan te maken. Zodat je ook beeldmateriaal hebt, dat je het altijd nog kunt terugkijken. Er is één video van Laag Zutem. Dat ligt tussen Zwolle en Almelo. Die is al bijna 100 miljoen keer bekeken. Het was in eerste instantie begonnen als hobby. Maar intussen verdien ik er wel zoveel mee dat ik alle reisjes die ik ermee maak wel kan bekostigen, ja. Ik heb nog een baan en ik ben ook niet van plan om die op te zeggen. Het zou kunnen, maar dan word je wel heel afhankelijk van YouTube. En of dat nou iets is wat je moet willen, dat is nog maar de vraag. Dit is de 6-jarige Emmanuel met zijn moeder Elisa. Emmanuel heeft modeltreinen, speelt computerspelletjes met treinen en leest complete magazines over, jawel, treinen. Dit boek staat in die trein die op de voorkant staat. Die rijdt nu nog. Die rijdt dus, denk ik, Utrecht en Schiphol. Station Zwolle. Station Zwolle. Eindpunt van deze trein. Zal ik je ook laten zien hoe je het best kan ontsporen? Wil je graag ontsporen? Ja. Maar dat mag later niet, hè, als je echt een trein gaat besturen. Nee, dat weet ik. Kijk, er zit ook niemand in. Oh, gelukkig. Dat zou niet goed zijn, hè? Nee. Ah, ik zie mensen erin zitten. Nee. Dat is niet goed. Weet je niet waarom het een stootblok heet? Nee. Dan moet je straks. Dan moet je maar kijken. Wanneer gaan we ontploffen? Kijk. Oh. Dat noem je dus een stootblok. Wil je even kijken in de trein? Ja. Kijk, dat is de machinist. Oké. Kom maar mee. Ik heb nog nooit in zo'n cabine gezeten. Nee. Die knop rijdt een beetje op een rem. Ja, als je er maar niet aan zit. Hè? Kun je wel wat zien zo? Nee. Zie je dat al, dat groen lampje brandt? Ja. Wat denk je wat dat betekent? Dat een trein gaat vertrekken, maar die is denk ik wel voor ons. Ja, die groene is voor ons. Ja. En daar gaan Emmanuel en machinist Sietske. In de cabine van de blauwe Arriva-trein. Van Zwolle naar Coevorden. Ik
ben inmiddels bijna 17 jaar vrijwilliger hier. Nou, ik heb het eigenlijk van mijn vader overgekregen. Mijn vader gaat ook al treinen als hobby. En ik ben geboren in Boekelo. Daar rijdt al sinds jaar en dag rijdt deze stoomtrein door het dorp. Nou, dat heeft van jongs af aan eigenlijk al mijn interesse gewekt. En toen ik 18 was, ben ik hier ook als vrijwilliger begonnen. En dan vertrekt de trein leeg richting Boekelo om daar de basisschoolkinderen op te halen. Moet je eruit, Sjefrien? Ja, ik moet even een automatische overweg activeren. Het zijn moderne overwegbomen, maar die zitten met een sleutelschakelaar, moeten die geactiveerd worden. Deze locomotief is van 1956. Dus even kijken, bijna 70 jaar oud. Het is wel een echt Nederlands product, want het is bij Werkspoor gebouwd in Amsterdam. En dan zijn we in Boekelo, waar zo'n 200 kinderen enthousiast staan te wachten om een ritje te maken. Nou, die kids vinden het wel mooi, Sjefrien. Ja. Nou, het is wel mooi als je die passie een beetje kunt overbrengen. Hè? Ik was net zo enthousiast als die kids nu. Dus, wellicht zit er nog een nieuwe vrijwilliger tussen. Het zal mooi zijn. Zo kwam de trein aan in Hengelo, onder de graffiti en groene aanslag. En nu ziet hij er zo uit, overgeschilderd in de originele kleuren van de blauwe engel. Ik ben heel blij met het vele werk wat er gedaan is door de vrijwilligers. Dus het is echt weer een pronkstuk geworden en dat was het zeker niet. De trein trekt veel belangstelling. Ja, vroeger reisde ik met de tienertour en dan kon je van Hengelo naar Zutphen. En dan zat je ook in zo'n DE2, maar dat was toen een rode duivel, dus rood gekleurd. Met een typisch motorgeluid. En dan hoorde je hem optrekken en dan hoorde je hem weer in zijn vrije gaan. En dan ging hij langzaam van stationnetje naar stationnetje. De trein wordt versleept naar Twekkelo, waar het gaat dienen als rustpunt voor het spoorfietsen. Hij krijgt eigenlijk een functie voor onze bezoekers, dat hij gebruikt kan worden om koffie en thee te drinken of de lunch op te eten. Eigenlijk gewoon meer als een schuilmogelijkheid in eerste instantie. Maar daar moeten we nog wat meer aan doen om hem netjes te maken. Dus dat, in eerste instantie kan dat nog niet. De blauwe engel komt voor het bestuur van het spoorfietsen Hengelo als een geschenk uit de hemel. Ja, dit is voor ons echt een doorbraak. Dus het grappige is, ook binnen de treinenwereld, we waren nooit interessant, want we hadden wel een spoorlijn, maar geen treinen. En mensen kenden ons ook niet. En met de redding van deze trein hebben we echt het NOS-nieuws gehaald, de nieuwssite. En ineens vroeg men zich af, hey, wat is dat toch in Hengelo? Dus we merken dat ook echt aan de belangstelling. Dus we denken dat we met spoorfiets ook echt van gaan profiteren.